Dit stukje N33 is komende zondagmiddag het toneel van een eetfestijn. Tenminste, als het aan de jeugd van Meeden ligt. Ze zijn, net als hun ouders, boos over het plan om hier tientallen windmolens te plaatsen, vlakbij het dorp. Ze nemen het voor lief dat door hun barbecue de weg moet worden afgesloten. Wij zijn er ook niet blij als die windmolens te komen. Er zijn wel meer mensen niet blij. Ruim een maand geleden kondigde de actiegroep tegen Wind N33 hardere acties aan. Maar het barbecue-protest staat er los van. Het is dat er meer mensen achter staan en niet alleen tegenwind. Zodat het ook gewoon het dorp zelf duidelijk kunnen maken dat er gewoon niet alleen tegenwind erachter staat, maar ook het dorp zelf. Ouders van de jongeren helpen bij de voorbereidingen van de actie. Er is EHBO geregeld, er worden verkeersregelaars worden er geregeld. Mensen uit de omgeving zijn op de hoogte gebracht. De gemeente Menterwolde is ingelicht. Die moet het protest steunen, vinden de actievoerders. Maar we hebben eerst de actie goed voorbereid, degelijk voorbereid. En nu is het aan de burgemeester om daar iets mee te doen. Burgemeester Van Zuylen van Menterwolde zegt sympathie te hebben voor het doel van de actie. Maar dat afsluiting van de weg ondoenlijk is.